tussen 17 en 45 jaar. Sinds 1997 is enkel de opkomstplicht is opgeschort. Sinds 1 januari 2020 is er besloten dat ook alle vrouwen dienstplichtig zijn tussen 17 en 45 jaar. Als je dan kijkt wanneer de opkomstplicht weer ingeschakeld mag worden en je leest de sites van de Rijksoverheid, dan zou dat kunnen in geval van dreiging van een oorlog. Alle berichten op de Rijksoverheidssites die betrekking hebben tot het weer activeren van de opkomstplicht spreken over dat er geen dreiging is. Maar iedereen die om zich heen kijkt weet dat deze dreiging binnenkort veranderd zal worden door de Rijksoverheid. En daarmee zijn alle 17-jarige tot 45-jarige Nederlanders dienstplichtig. Uw zus, uw broer, uw zoon, uw dochter, misschien u zelf, hè? Vaders, moeders, je hele omgeving, iedereen wordt meegetrokken. En een wereldoorlog leidt maar tot één ding en dat is tot totale vernietiging en heel veel bloed, bloed van onze zonen en dochters. En daarom spreek ik mij uit ten alle tijden voor vrede. Ik vorder dat er onmiddellijk gestopt wordt met het geld sturen, wapens sturen naar buitenlandse conflicten door de Nederlandse regering. En precies om deze reden, want ik weiger te accepteren dat onze dochters en zonen moeten bloeden. Dankjewel. Eldor, Eldor! Zijn er nog mensen die vragen willen stellen aan Eldor? Ja. Ja, jullie moeten iets, hij doet het niet. Nou ja, hij kan het zelf herhalen. Ja, Eldor, wat zou je ervan denken? Waarom wordt eigenlijk nu Mark Rutte naar voren geschoven bij de NAVO? Ik kan daar wel op antwoorden. Ik weet niet wat dat te maken heeft met vrede. Ik wil dit erop zeggen. En misschien is niet het antwoord. Het is geen ja of nee antwoord. Het maakt niet uit waarom Mark Rutte naar voren geschoven wordt door de NAVO. Het maakt niet uit welke leider wat vordert. Wij zijn erbij om met z'n allen te zeggen dat we het niet accepteren dat we in een wereldoorlog getrokken worden. En dat is het enige wat ik daarop wil zeggen. Dankjewel. Als er mensen zijn die nog een vraag willen stellen, moet jullie even hier komen, want ik zit aan de snoer. Ik zou een draadloze microfoon krijgen, maar dat is niet gelukt. Dus jullie moeten even hier komen. Is er nog iemand die wat wil vragen aan Eldor? Alles is duidelijk, denk ik. Nou, in ieder geval mensen, bedankt. En laten we stoppen met het wijzen met de vinger naar elkaar. En beginnen dat iedereen massaal voordat dat bloedvergieten stopt. Dankjewel.